Bert Steegman, assistent trainer van Ruurlo. Jij vervangt vandaag Jan Ossee. Ja. Ik denk een verdiend gelijkspel. Verdiend punt. Ja, verdiend was ja, zwaar bevochten, maar ja, ik denk dat het eind van de rit een terechte uitslag is. Ja, ik zat net met Sander de Krabben even in discussie. Wel veel de lange bal, te veel de lange bal gehanteerd. Eerst zelf? Ja, wel. En ja, eigenlijk de tweede helft ook. We hebben wel in de tweede helft geprobeerd te voetballen, maar ze zaten er fysiek goed op. Goed voetbal was eigenlijk best wel een beetje lastig. Ja, je mist nog een paar spelers. Vorige week Sander Rubens uitgevallen, een sleurbeenbreuk. Ja. Wiebert Haar mis je. Ja. En dan vandaag nog weer plezuurs erbij. Ja. Ja, hoe breed is de selectie? Ja, goed. We hebben nog een bank, dus we kunnen nog iets vooruit. Maar ja, goed. Onze steekhouders laten niet afweten, maar die zijn gewoon geblesseerd. En dat is vervelend. Maar goed, we hopen wel dat er een enige herstelde race is. En dat we binnenkort van hun diensten gebruik kunnen maken. Ja, midden in 2,5 breng je Christian Scholten, 17 jaar. Ja. Goede voetballer. Ja. Ja, een klein beetje in Twente verleden, maar groot talent. En daar zijn we natuurlijk blij mee dat we daarop terug kunnen vallen. Maar die is 17 jaar, even in zicht. Dus, ja, laatste moment ging je 1-1 voetbal. Wat denk je dan op de bank? Wordt het nog gelijk of wordt het niet gelijk? Ja, je kunt dan beter met 2 of met 3-0 verliezen. Je puntje moet je altijd gaan, denk ik. Dus op zichzelf. Dat is een van de weinige dingen die we dan nog als optie over hadden. Dennis Pardijs heeft er lang de 2-0 achterstand voor zijn rekening genomen, dat hij voorkomen. En op laatst gaat hij mee naar voren. En uit die aanval, of cornerbal, komt het doelpunt van Sander Krabben. Ja. Je hebt er gewoon geluk mee nodig. Misschien verdien je hem op deze manier, verdien je hem wel. Maar het is op zichzelf, zoals ik al zei, zwaar bevochten. Wel een heel belangrijk punt, ik had het net met Sander Krabben ook over, in de strijd om de degradatie, na competitie. Ja. Je hebt het zelf allemaal in hand, 4 thuiswedstrijden, tegen allemaal de concurrenten bijna. Ja, dus het blijft spannend tot de laatste wedstrijd, denk ik, in mei. Dus we gaan ons best eraan doen. We weten dat we voetballend best wel mee kunnen doen, maar dan moet het wel beter als vandaag. Bert, bedankt voor je nabeschouwing en veel succes met Ruurlo. Dankjewel.